Lex Immers, om te beginnen. Hoe is het met je? Nou ja, een stuk beter. Lastige periode achter de rug. Het hele corona-verhaal, nasleep en dat soort dingen. Nou ja, ik begin nu weer een beetje op sterkte te komen. Dus morgen gaan we zien hoe dat eindigt. Ja, je zegt het al, een lastige periode. Waar merkte jij met name in dat het fysiek wat minder met je ging? Nou ja, weet je, het is gewoon energie wat je mist. Het is niet zozeer dat je geen zin hebt, maar zo voelt je lichaam. Van, weet je, het lukt niet. Je wil niet, het lichaam wil gewoon niet. En dat is gewoon heel lastig. En ik moet zeggen, na de winterstop zijn we 8 dagen vrij geweest in de winterstop. En ik ben teruggekomen. En ik moet zeggen dat het wel een behoorlijk stuk beter gaat. Trainers zagen het ook. Een stuk energieker. Weer veel meer op kracht. Dus het heeft me wel goed gedaan. Dus we staan hier weer tegenover de oude Lex Immers. Nou ja, ik hoop het wel. Ja. Ik hoop weer dat ik een stukje van het begin, toen ik hier binnenkwam, de eerste 6 wedstrijden, dat ik dat stukje weer kan laten zien. De afgelopen weken moest je het doen met een invalbeurt. Net even gekeken, eentje van 9 minuten, 2 keer 10 minuten en nog een keer 9 minuten. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk wennen. Kijk, als je naar mijn carrière gaat kijken, ik ben eigenlijk helemaal nooit echt op de bank gezeten. Ik heb eigenlijk altijd overal gespeeld. Maar dit heeft andere redenen, medische redenen. In die tijd leven we nu. En dat zijn dingen die je moet accepteren. En soms denk je wel eens bij jezelf van kloten in wat voor tijd leven we en vervelend. Maar ja, je moet ermee dealen en that's it. En wat ik zeg, die periode is hopelijk nu achter de rug. En we gaan morgen zien hoe dat allemaal zijn uitwerkingen krijgt. Ja, morgen reizen we af naar Eindhoven. Gaan we naar de Hertgang. Ben je er wel eens geweest? Nee, ik ben nog nooit op de Hertgang geweest, nee. Het wordt voor ons ook een unicum. Normaal gesproken speelde bij SC Eindhoven deze wedstrijd. Voor onze supporters. Nou, die mogen helaas nog niet mee. Wat voor wedstrijd verwacht jij morgen? Nou ja, ik verwacht een open wedstrijd waarin het spel beide kanten opgaat. Maar ik verwacht wel, als ik naar onze kracht ga kijken, verwacht ik wel dat wij de bovenliggende partij zullen zijn. En ondanks dat we uitspelen, jong PSV is natuurlijk allemaal jonge talenten, willen ook graag voetballen. En zal geen ploeg zijn die met 11 man voor de pot gaat hangen. En wat ik zeg, die jongens willen ook gewoon voetballen. Dus dan wordt het een aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Liggen daar voor ons ook de kansen? Als we tegen een ploeg spelen die zelf ook wil voetballen, dan komen er uiteraard ook meer ruimtes vrij. Is dat voor ons lekker? Ja, natuurlijk. Maar zo zit ik er zelf ook in. En ik heb jaren natuurlijk bij Feyenoord gespeeld, waarin we ook thuis tegen tegenstanders speelden die altijd in de 16 gingen hangen en de ruimtes heel klein maakten. En dat is gewoon heel lastig voetballen, soms ook niet leuk voetballen. Maar dat zijn ook weer dingen waar je ook weer mee moet dealen en daar kan je niks aan doen. Sommige ploegen hebben gewoon wat minder kwaliteit of die spelen gewoon zo vanuit kleine ruimtes. Als je meer ruimte krijgt op het veld, je hebt het gezien, je thuis tegen Volendam, krijg je gewoon een ploeg tegenover je die ook voetbal wil spelen. Ja, dan kan je zelf ook lekker voetballen en dan krijg je zelf ook de ruimte om te voetballen. En dan is het ook een aantrekkelijke wedstrijd om te zien. Dus een wedstrijd die ik ook morgen ook verwacht. Dus morgen vol vertrouwen richting Eindhoven? Nou ja, tuurlijk. Elke wedstrijd gaan we vol vertrouwen. We weten wat we voor kwaliteiten in huis hebben. En wij zijn gewoon nak, dus wij gaan van onze eigen kwaliteit uit. En we gaan morgen weer voor de winst. Heel veel succes en tot morgen. Dankjewel.